Dagelijks sterven in de Pan-Amerikaanse regio, waar Suriname deel van uitmaakt, meer dan 70 mensen en worden meer dan 800 mensen ziek door tuberculose. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, PAHO, zegt dat in 2020 het aantal tuberculosedoden in deze regio naar schatting met 3000 is gestegen ten opzichte van 2019 als gevolg van de COVID-19-pandemie. Vandaag, 24 maart, wordt wereldwijd Tuberculosedag herdacht om mensen bewust te maken van een van 's werelds belangrijkste infectieziekten en om actie te ondernemen tegen de verwoestende gevolgen voor de gezondheid en de sociale en economische gevolgen van tuberculose in de hele wereld. Tuberculose is een infectieziekte die voornamelijk de longen aantast en wordt overgedragen via de luchtwegen. Het thema van Wereld TBC Dag 2022 is Invest to End TB, Save Lives. Op deze dag roept PAHO op tot dringende investeringen in middelen, steun, zorg en informatie in de strijd tegen tuberculose. In de Pan-Amerikaanse regio leiden naar schatting 18.300 kinderen van 15 jaar en jonger aan TBC. Maar meer dan de helft van hen heeft geen toegang tot diagnose en behandeling. Het Nationaal Tuberculoseprogramma, NTP, in Suriname heeft 93 tuberculosegevallen geregistreerd in 2021. Dit is een daling van 16% in vergelijking met het jaar ervoor. Het percentage succesvol behandelde gevallen in 2020 is 74%, waarvan 15% is overleden. 10% van de gevallen heeft zich onttrokken aan de zorg en kon niet meer worden gecontact. Dit is een achteruitgang vergeleken met 2019, waar 78% succesvol werd behandeld. En 87% in 2018. Heb je verschijnselen die verdacht zijn voor TBC, zoals hoesten langer dan 2 weken en of koorts, vermageren en nachtzweten? Maak telefonisch contact via je huisarts of het Nationaal Tuberculoseprogramma en laat je onderzoeken op tuberculose.